Rond 1300 werden in de Lage Landen steeds meer teksten in het Middel-Nederlands geschreven. Zeeland speelde een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Het bekendste werk uit deze periode is het verhaal van Reinaert de Vos. Hier staat hij dan, Reinaert de Vos, de grote schurk uit het beroemde middeleeuwse verhaal van de Vos Reinaerde. We staan hier in Hulst bij het monument van Reinaert de Vos, omdat Hulst Reinaerstad noemt. In het boek van de Vos Reinaerde wordt Hulsterlo genoemd, het is het bos van Hulst letterlijk. Anderen zeggen weer dat Hulsterlo dichter bij Nieuw-Namen lag. Maar hoe dan ook, Reinaert de Vos is het beroemdste letterkundige personage uit het huidige Zeeland. Het huidige Zeeland inderdaad. Want het gebied waar Reinaert zijn avonturen beleefde, ten noorden van Gent, in het Waasland en het Hulsterambacht, behoorde in de middeleeuwen tot Vlaanderen. De schrijver van Reinaert de Vos was er goed bekend en hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit dit gebied. Kort gezegd gaat het rijmdicht, dat in de middeleeuwen al ongekend populair was in een groot deel van Europa, over een vos met sluwe streken, die aan het begin van het verhaal, als enige bewoner van het bos, niet verschijnt op de hofdag van koning Nobel. Omdat alle dieren toch klagen over zijn schurkendaden, wordt hij toch gehaald en moet hij zich verantwoorden. Reinaert de Vos probeert zich hier natuurlijk uit te praten, want hij is slim genoeg om te weten dat hij fout zit. Dit lukt, want ook koning Nobel tuint uiteindelijk in zijn valstrik. Maar voordat hij dat doorheeft, is Reinaert de Vos al lang de wildernis in. De oudste versie van Van den Vos Reinaerde wordt aan het eind van de 13e eeuw gedateerd en werd in het Nederlands, of beter gezegd Middel-Nederlands, geschreven. Zeeland en Vlaanderen waren vroeg met het gebruik van het schrijven in de volkstaal. Tot die tijd werd er wel Nederlands gesproken, maar altijd in het Latijn geschreven. Rond en na 1200 gaat men ook in het Nederlands schrijven. En ja, dat is natuurlijk ook omdat men meer gaat schrijven. Men heeft meer behoefte aan geschreven teksten, bewijsstukken, oorkonden, contracten tussen kooplieden. En dan zit je natuurlijk in Vlaanderen met Gent en Brugge als twee metropolen, mag je wel zeggen, handelsmetropolen in die tijd. Ingewikkelder bestuur dan ook daardoor, bestuur waar veel meer eisen aan gesteld worden. En dan is het de eigen taal, schrijven in de eigen taal, is natuurlijk veel eenvoudiger. En dan zie je dat dat in opkomst is. In het bestuur, in contractuele zaken. Zeeland zit in het kielzog van Vlaanderen, hoort tot die regio. En daar zie je dan dus hetzelfde effect. Het verhaal van Reinaert is veruit het bekendste uit die periode. Maar niet het enige werk dat toen in de volkstaal werd geschreven. Ook Floris en de Blanche Floor, over een onmogelijke liefde tussen een islamitische prins en een christelijke slavin, geschreven door Diederik van Assenede, was populair. De taal is in ontwikkeling steeds, dus het Middel-Nederlands wijkt sterk af van wat wij nu spreken. Maar als ik zo een stukje voorlees, dan zult u horen, dan is dat toch nog wel begrijpelijk. Wie vinden geschreven als gezeld horen, dat bij ouden tiden hier tevoren een heidenkoning uit Spanje kwam, het eerst dat hij den zomer vernam, bringen dat nieuwe loof en dat gras. Toen in de 13e eeuw het schrijven in de volkstaal tot ontwikkeling kwam, werden ook andere soorten teksten in het Middel-Nederlands geschreven, zoals historische werken. Zo schreef Melis Stoke de beroemde rijmkroniek over het graafschap Holland, waar Zeeland een prominente plaats inneemt. Ook Jacob van Maarland schreef historische werken in de spreektaal. Hij was ook de eerste die het woord Zeeuws in een geschreven tekst opnam. In de 13e eeuw werd kennelijk het woord Zeeuws al gebruikt als woord voor de dialect, de streektaal die hier gesproken werd. En dat lezen we in Van Maarlands Franciscus Leven, want dan schrijft hij, hij moet rijmwoorden zoeken, dat kost hem heel veel moeite. En dan schrijft hij, men moet om de riemen zoeken misselijke tongen in boeken. Duits, Diets, Brabants, Vlaams, Zeeuws, Waals, Latijn, Grieks en de Hebreeuws. Dus Zeeuws en Hebreeuws rijmt op elkaar. Dat is de reden dat hij dat even gebruikt. Maar daardoor weten we, in die tijd werd het plaatselijke dialect, of het regionale dialect, al Zeeuws genoemd.
Het bekende Reinaert-monument in Hulst werd in 1938 opgericht. De plaats profileert zich namelijk als dé Reinaertstad en de sluwe vos is hier alom aanwezig. Zeeland speelde in de middeleeuwen een belangrijke rol in de opkomst van de volkstaal, het Middelnederlands, in geschreven teksten. Het bekendste verhaal uit die periode speelt zich af in het huidige Zeeuws-Vlaanderen. Het verhaal van Reinaert de Vos.